Yo mensen, welkom terug op mijn video. Deze video laat ik je zien hoe je een memories puzzel kan voltooien bij de twee tempels boven de mountain. Als je vragen hebt, kan je vragen stellen. Als je liken, mag je gelijken. We gaan beginnen met de video en heeft ervan. In principe zou je op deze plek, vlak bij die tower, die toren of daar zo. Daar zie je toch die oranje. Als je die toren hebt gedaan, dan heb je een nieuwe functies en zo. Dat je een tempo zou scannen via de map. Dan zie je daar zo achterin zie je twee van die touwen. Je kan ook een beetje zien dat daar zo een tempo aan de linkerkant. En natuurlijk heb je een tempo ook aan de rechterkant van de berg. Wat ik nu ga doen, ik ga nu naar die toren toe gaan om daar te kunnen gaan unlocken. Na het activeren van de toren, dan komen deze upgrade. Je weet wel, dat heb je bij elke toren en zo. Dan heb je dat ding zeg maar, geunlocked dat je dit tempel kan scannen. Nou, en natuurlijk zie je ook staan dat je een nieuwe map location hebt geunlocked en zo, dat je weet van waar je bent. Zodat ik jou nu kan laten zien van waar ziet dat die tempelplek. En natuurlijk heb je deze sensor. Deze sensor heb je, is wel handig dat je die tempel kan zeg maar scannen om daarheen te gaan. Oké, dus nadat je hebt geunlocked, dan zie je ook in de map, bij de, vlak bij de minimap, dan zie je een radar en zo. Dat je weet van, oh, er zit de tempel, dichterbij zijnde. En de tempel zit dus daar bovenin, links en rechts. Wat ik nu ga doen, ik ga eerst naar rechts toe gaan en dan ga ik naar links. Oké, wat ik nu ga doen, ik ga nu even videoversnellering, want ik ga klimmen. Nou, dan heb je hier zo, heb je dan een eerste tempo, die is natuurlijk daar verstopt. En dan heb je hier onderin heb je ook een tempo. Dus ik ga eerst die onderin even activeren. Ik ga nu zeg maar, eerst ga ik daarheen. Oké, dus we zijn hier zo bij die tweede tempel. Ik activeer het eventjes. Alright, zo, we gaan nu beginnen met echt een uitleg. Nou, dit is dan de eerste tempel dat ik ga doen. En dan zit onderin dan die tweede tempel. Oké, wat ik ga niet bij het eerste beginnen. Oké, zo, we zijn hier bij eerste memories. Oké, dit zijn de ballen. Die jij niet moet gaan verplaatsen, want dit is trouwens een antwoord van die andere tempel waar ik zo meteen heen zou gaan. Wat je moet doen is gewoon, je gaat naar deze ramp omhoog. En voordat ik ga doen, wil ik eerst jullie laten zien bij de chest. Dit is dan die chest, die kan je dan pakken voor de overpaald wapen. Oké, nou als je hier bent, je gaat naar deze plek hier zo, want dit is dan het voorbeeld van die andere tempel.
Dus wat je gaat doen, je gaat hier staan en dan ga je opent. Je gaat naar die blauwe kleur, ga je met het scherm doen en zo. Dus niet die oranje, maar alleen op focus op het blauwe. Als je dat hebt, dan maak je een screenshot. 1, 2 en... There you go, we hebben eerst een screenshot. Dus... En dan maak je een screenshot. En een screenshot is handig om de, zeg maar, het antwoord naar andere tempels te kunnen gaan, zeg maar, beantwoorden. Oké, bij de Switch is het zo, je hebt een Switch, je maakt een screenshot en ga je naar album en dan breng je die album naar een andere tempel. Maar ik gebruik een emulator via de PC, dus ik gebruik een screenshot via een emulator. Wat ik ga doen, ik ga naar hier zo bij zoeken, dan ga ik naar een lightshot. Ik heb mijn keybind al gestaan. Dan zie je hier zo een lightshot. Nou, dan maak ik weer een fullscreen. En dan doe ik op een hier zo. En dan maak ik een fullscreen. En dan plak, dan ga ik 7. En dan tip ik hier in van tempel 1. En there you go. Nou, ik heb een screenshot gedaan. Nou, als je dat hebt gedaan, ga je terug naar buiten. Oké, dus we zijn nu even naar buiten. Ik ga nu naar oversteken naar een andere tempel. Dat is daar zo, waar ik eerst was. En dan ga je naar binnen. Nou, dezelfde. Dit is dan hetzelfde memories als die andere, maar dan niet op dezelfde positie. Nou, nogmaals, je gaat naar de ramp omhoog. En nogmaals, bij de platform zie je ook een andere chest. Met andere overbouwd wapen. Nou, ga even zijn. Nou, dan gaan we hetzelfde doen als bij het volgende tempel. We maken een screenshot. En dan is dit het antwoord van die ene screenshot van de ene tempel waar ik eerst was. Zoek. Oké, dus we gaan even zo doen. Scan alleen maar de blauwe bal. Dat is het antwoord voor de andere tempel. Maak een screenshot via de Switch. Alleen. Wacht even. Rechter muisknop en select full screen en save. En hier voeg ik dan bij tempel 2. Dat kan je doen bij het jouw Switch. Oké, zo. Nou, we hebben twee screenshots gemaakt van twee verschillende tempel. Nou is het tijd voor het antwoord gaan beantwoorden. Wat ik ga doen, ik ga eerst bij het eerste lijn beginnen. Dat is deze lijn. En dan open ik een screenshot 1, dat is die van die eerste tempel waar ik was. Die zet ik dan zo. Dus bij jouw Switch is het zo van je gaat naar de album en dan zie je vervolgens het antwoord. Een screenshot en zo. Nou, ik kijk naar de screenshot. Dus de eerste lijn is dit. Die gaat naar hier. Die bal die gaat naar hier. En dan gaat deze bal. Die gaat dan daar zo. En dan heb je de derde lijn. Is gewoon. Er zijn natuurlijk twee ballen in deze lijn. Dus die haal ik dan weg. En die gaat dan hier zo. En vervolgens zie je bij het andere lijn. Dan ga je deze bal. Die breng je dan hier zo. En als laatste gaan we deze bal aan de andere kant gaan plaatsen. En als het goed is hij open. There you go. Nou, dan ga ik naar daarheen. Ga je omhoog klimmen. En we hebben. Hm.
Nou, wat je nu hoeft te doen, aangezien dat ik twee tempels heb geunlocked, ga je daarheen en ga je travel. En dan ga je hier naar binnen. Dat is dan weer de eerste tempel waar ik eerst was en zo. Doen. Oké, zo. Nou, we zijn op weer dezelfde tempel waar ik eerst was. Ik schakel deze screenshot nummer 2 weg. En dan op ik weer de screenshot nummer 1. Of ja, nee, 2 bedoel ik. 2. Oké, zo. Dit is dan die antwoord van andere tempel waar ik heb behaald. Oké, zo. We gaan nu deze antwoorden. We gaan naar de eerste lijn. Dan zet ik deze bal naar hierheen. Bij de tweede lijn zet ik deze bal daar zo. En deze haal ik dan weg bij de derde lijn, want die gaat weer terug naar de tweede lijn. Die gaat dan hier. Deze lijn die is helemaal leeg, dus die blijft oranje. En dan gaan we naar het ene laatste. Gaan we deze bal veranderen naar hier zo. En ik word gebeld. En dan gaan we deze bal, die gaan we dan daar zo. En hij is nu gecompleet. Even opnemen. Zo, ik ben weer terug. Ik was even weggegaan, want ik had te druk en zo. Dus daarom was het die telefoon. Nou, in principe, de bal is zeg maar weer terug. Dus ik ga met de trap omhoog. Die bal is weer gewoon compleet en de gate is open en we gaan hierheen. En dan hebben we alweer voltooid. Dat was de laatste tempel die ik al gecompleet heb. And there you go, we hebben hem compleet. Nou mensen, dit was een video over het Memories Tempel. Ik hoop dat je deze video mooi vindt. Als je nog vragen hebt, kan je vragen stellen. Als je wil liken, mag je liken. En ja, tot de volgende keer. Maar weer en zo.